Aanstaande zaterdag is het 24 februari, precies 2 jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Die speciale militaire operatie die nu al 2 jaar duurt dus. Terwijl het geweld voortduurt, beweegt de frontlinie al maanden nauwelijks. 2 jaar oorlog, zo noemen wij het. Is er nog enig zicht op diplomatieke uitwegen? En de vraag is ook op welke bondgenoten beide landen kunnen rekenen nu de geopolitieke spanningen op meerdere vlakken toenemen in de wereld. Vandaag bespreek ik het allemaal met Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever van BNR. Hij volgt de oorlog in Oekraïne op de voet voor deze zender. Afgestudeerd slavist, woonde in 2011, 2012 in Oekraïne. En voor BNR ging hij in maart vorig jaar ook naar het land om met eigen ogen te aanschouwen wat de oorlog daar doet met Oekraïne. Welkom. Goedemorgen, Art. We gaan het hebben over de interne politiek in het land. Want dat volg je. Maar ik wil graag 2 dingen eerst van je weten. Ik ben er eigenlijk nog steeds stil van. Die dood van Navalny, vorige week vrijdag werd het bekend. Het gaat er ook nog steeds veel over. Tegelijkertijd vraag ik me af, en misschien weet jij daar het antwoord wel op, gaat dat enige impact hebben op het verloop van de oorlog, denk je? Als je kijkt naar hoe dat in het verleden is gegaan met Russische oppositievoerders of criticasters of journalisten tegen het regime van Poetin die overleden onder de gekste omstandigheden. En als je dan kijkt wat eventuele volksopstanden hebben opgeleverd, dan is het antwoord waarschijnlijk nee. Die dood van Navalny gaat niet iets extra's veroorzaken in Rusland, geen Russische revolutie. Daar zitten nog 2 argumenten bij. Eén, de repressie is nog harder, want het neerleggen van een bloemetje voor Navalny, zelfs dat wordt al afgestraft en dan word je al opgepakt. En 2, er zijn ook de afgelopen 2 jaar miljoenen Russen het land ontvlucht. En daar zitten ook mensen bij die wat hoger zijn opgeleid en mogelijk ook wat meer richting de oppositie gaan. Dus ik denk dat er weinig draagvlak voor is in Rusland en dat het ook hard wordt neergeslagen. Ja. Ergens waren mensen, ik las die berichten ook, die zeiden, ik had de hoop dat hij onze Nelson Mandela zou zijn. Ik had die naïeve hoop vanaf hier misschien ook wel. Ja, maar ik weet niet hoeveel mensen dat daadwerkelijk dachten. En ik weet ook niet of dat vooral wensdenken is vanuit het buitenland. Maar we weten ook dat Rusland een heel onvoorspelbaar land is. Dus we kunnen de ene dag het een denken en de andere dag kan het ander gebeuren. Ja. Tweede vraag, je hebt dus in Oekraïne gewoond. Ik zei het al, 2011, 2012. Bent er ook tijdens de oorlog geweest, vorig jaar nog. Zou jij eigenlijk, je hebt de journalistiek hart, zou je dan liever daar misschien willen wonen nu om vanaf daar verslag te doen? Nee. En wat is de reden erachter, achter die nee? Nou, dat is een ander hart. Namelijk dat ik, even diplomatiek gezegd, een fantastische baan bij een fantastisch bedrijf heb, in een fantastisch land woon, met veel mogelijkheden, met een fantastisch gezin. En die laatste, ja, wij weten het allebei, er gaat niks boven dochters. Zeker. En als je dan ook de discussie nu hoort over of Oekraïense vluchtelingen in Nederland mogen blijven, hoe we daarmee om moeten gaan. Stel dat ik nou met mijn gezin naar Oekraïne zou gaan. Dan zou ik dus met mijn dochter naar een land gaan in oorlog, waar je gewekt wordt 's nachts door luchtalarmen, waar je niet weet of je in je klaslokaal de hele dag door onderwijs kan volgen. En al die Oekraïners, die vrouwen met name met kinderen, komen hier naartoe omdat ze hier dus stabiliteit hebben voor die kids. Ja, dan zou ik toch eigenlijk gek zijn om daar permanent met mijn gezin naartoe te gaan. Ja, dan is dat hart groter dan dat journalistieke hart. En je kan het bovendien vanuit hier ook volgen. Dus we gaan het proberen in kaart te brengen wat er speelt. Ik ga er wel graag en meer naartoe. Ja, op reportage. Absoluut. Deze week een paar keer voorbijgekomen. Vorig jaar waren we misschien wel wat naïef enthousiast. Die term is gevallen. Naïef positief over de kansen van Oekraïne. We waren aan het opbouwen vanuit hier. Iedereen dacht, er komt een voorjaarsoffensief. Nou, dat bleef enigszins uit. Dat optimisme van toen is omgeslagen in pessimisme. Als Oekraïne het maar lukt om de frontlijn vast te houden. Deel jij die analyse? Ja, maar je ziet ook dat het gevoel van urgentie is toegenomen. En dat we minder denken in escalatie met Rusland, maar dat er wel meer vanuit wordt gegaan van we moeten nu iets doen. Want wil je anders dat minder wordt uitgegaan van escalatie met Rusland? Nou, ik hoorde gisteren bij Nieuwsuur Jaap de Hoop Scheffer zeggen, we hebben een mindshift ondergaan. Ja? Ik zoek naar een goed Nederlands woord daarvoor. Ja. We zijn anders gaan denken over hoe we omgaan met vijanden. En in het geval van deze oorlog zijn we de afgelopen 2 jaar dus eigenlijk geschakeld van angst voor escalatie met Rusland naar zelfvertrouwen van dat we dit
moeten kunnen. Dat we Oekraïne kunnen helpen. Dat we een heleboel sanctiepakketten kunnen afkondigen tegen Rusland. En natuurlijk, het effect blijft soms uit. Of het effect op de korte termijn blijft soms uit. Maar hij geeft dus eigenlijk aan dat we op een andere manier zijn gaan denken. En ook eigenlijk dus meer moeten nadenken over wat kunnen we. In plaats van altijd maar uitgaan van hoe beangstigend de tegenstander is. En die gedachteverandering zie je. Je ziet dat we minder wat zelfbewuster zijn geworden hier in het Westen. Ja, zeker de politici. En dat komt ook omdat een aantal dingen natuurlijk al in gang is gezet. Wij zijn niet meer afhankelijk van Russisch gas. Dat was misschien de moeilijkste mindshift. De moeilijkste politieke beslissing. Mm-hmm. En je ziet het ook aan de reacties op de dood van Navalny. Dat iedereen van Amerika tot Nederland toch vrij makkelijk nu hele grote woorden gebruikt. Ja. Grote woorden gebruikt. Ja, en als je op dat moment toch nog gegijzeld zou worden door energiepolitiek met Rusland die je bedrijft, dan denk ik dat je net iets meer je woorden wikt en weegt. Dat iets zal nu ook gebeuren. Zijn, ja. Maar nu gaat het ietsje harder. We zijn bij sanctiepakket nummer 13 aangekomen, Art, vanuit de EU. Dus we zijn al een eind op weg. Ja. Wat hebben die eerste 12 sanctiepakketten dan eigenlijk betekend? Kun je afvragen als er nog iets overheen kan komen? Nou, dan kom je eigenlijk ook uit bij hoe we als journalisten en als media hiermee omgaan. Heel vaak wordt er gezegd, het is zwart-wit. Sancties werken wel of sancties werken niet. Je moet eigenlijk natuurlijk kijken naar wat is het doel van die sancties en dan wat is het effect. En dat moet je uitleggen. En ik vind dat je dat soms politici ook wel kan verwijten, dat ze dat niet goed uitleggen. Mm-hmm. Nu hoor ik bij sanctiepakket nummer 13, hoor ik meneer Borrell en van der Leyen, hoor ik zeggen, we gaan nu voorkomen dat de Russen de sancties kunnen omzeilen. En dat ze nog steeds goederen uit het Westen kunnen halen, met name technologisch. Mm-hmm. Dus ze gaan een aantal bedrijven in China aanpakken en een aantal entiteiten in Turkije en India, noem maar op. Maar dat is natuurlijk te makkelijk gezegd. Dat gaat niet van de een op de andere dag gebeuren. Eigenlijk moeten ze daar een eerlijk verhaal in vertellen. En dat is? Dat je gaat proberen om 10-20% van het omzeilen van die sancties zo snel mogelijk aan te pakken. Dat je daarbij aangeeft wat de waarde is. Dat je mensen meeneemt in dat verhaal. En dat je dan zegt, jongens, het zal niet van de een op de andere dag gebeuren, want de Russen weten ook heel goed hoe ze sancties kunnen omzeilen. Daarom doen we dit. Mm. Maar het is een strijd van de lange adem. En ik snap dat het heel lastig is, maar journalistiek gezien denk ik er heel veel over na van welke rol hebben we hierin. Als ik nu een uitspraak zou doen bij jou van sancties werken niet, dan wordt dat de kop op onze site. Mm-hmm. Als ik zou zeggen sancties werken wel, wordt dat de kop op onze site. Terwijl het eerlijke verhaal is, ze werken maar in beperkte mate. Ja, en je moet kijken naar het doel. Het doel is om in principe de Russische economie te isoleren. Een ander doel, maar dat wordt niet zo uitgesproken, is natuurlijk om misschien wel het regime aan het wankelen te brengen. Maar daar gaan we niet over, want dat zou dan interventionistisch zijn. Dus dat kan je niet vertellen, maar hou dat in het achterhoofd en probeer bij alle analyses die we maken, probeer dat mee te nemen in het verhaal. Maar ja, de tijdspannen van een artikel lezen of een radio-interview luisteren, het is allemaal koppensneller geworden. Ik heb de tijd nu om met jou hierover van gedachten te wisselen. Gelukkig, ja. Maar dat vind ik dus best wel een zware taak ook af en toe. Net als over dat tegenoffensief. Wanneer is iets nou wel of niet gelukt? Nou, exact. Als we daar eens naar gaan kijken dan. Hè, met dit in gedachten. Wat je zegt, we zijn misschien soms te zwart-wit. Hier ook in de journalistiek of vanuit het Westen. Vorig jaar waren we optimistisch. Dachten we, er komt een offensief van Oekraïne. We dachten dat misschien wel naar Amerikaans voorbeeld. Ze gaan dan ergens keihard doorstoten door die frontlinie heen. Dat bleef uit. Dat kwam er niet. En nu zie je, stad Avdiivka is gevallen. Mm-hmm. Zie je er een soort omslag in het denken waarbij er zijn te weinig wapens. Dus kan Oekraïne deze strijd op die manier, kunnen ze de lijn wel vasthouden? Zeg jij daarvan, dit is misschien ook een te zwart-witte analyse? Ja, omdat je niet alleen naar de korte termijn kan kijken. Ik sprak hier in oktober vorig jaar al met mensen over. In november heb ik nog Mark Galliotti gesproken. Dat is eigenlijk de Ruslandkenner in het Westen. En die zegt ook, 2024 moet je zien als een soort overbruggingsjaar. Dat is natuurlijk heel moeilijk aan Nederlanders of Europeanen uit te leggen. Laat staan aan Oekraïners die in oorlog verkeren en dan ineens horen van, ja, zink het nog maar een jaartje uit met die luchtraketten. Mm-hmm. Maar dat is waarschijnlijk wel het eerlijke verhaal, dat als Oekraïne kans wil maken op het slagveld en niet meer in de hoek wil zitten waar de klappen vallen, waar ze nu in verkeren, dat ze goed moeten nadenken over hoe gaan we ervoor zorgen dat we voldoende mensen hebben. Er is een probleem met manschappen. Hoe krijgen we voldoende munitie? Daar is een probleem mee. Er is niet genoeg. En vanuit de Amerikaanse politiek komt het nu ook niet.
Dus Europa moet opstaan, maar heeft niet voldoende productielijnen en werkt daar dus aan, en dat kost tijd. En zo zijn er nog een aantal factoren die je kunt bedenken, waardoor het nou eenmaal duurt. En als je dus enige kans van slagen wil hebben als Oekraïne, dan zal het dus toch pas vanaf 2025 eigenlijk kunnen gebeuren. Dus het spreekwoord vrouwen en kinderen eerst, dat gaat al voor dit jaar op. Ja. Ze moeten dus, hè, want je hebt het over munitie, je hebt het over mensen. En dat heb je gewoon niet in die paar maanden of in de rest van het jaar geregeld. Vandaar dat het een overgangsjaar is. Ja, en ik noem dat de vier M's, want daar valt ook eigenlijk nog materieel, militair materieel onder. En ja, dan kom je uit bij de vierde M, en dat is moreel. Als al die andere drie M's niet naar behoren functioneren, dan doet dat wat met het Oekraïense moreel. En dan kom je in de problemen. En dan wordt het een heel spannend jaar. Ook Art Rooijakkers vind je in de BNR-app. Zeker, je kunt live de Big Five luisteren. De BNR-app met breaking news. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder Boekenstein en De Wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.